Goedemorgen iedereen, vandaag is het donderdagochtend, iets over 6 uur en ik ben helemaal ready to go om naar het station te gaan. En dan ga ik daar Tara en Larissa ontmoeten op Utrecht Centraal. En dan gaan we door naar Schiphol, want we hebben een superleuke sister trip gepland richting Brighton. Brighton is een kustplekje in Engeland, net ongeveer een uurtje onder Londen. We hebben er super veel zin in, het belooft heel erg mooi weer te worden. En ja, ik heb vooruit gewerkt, dus dat betekent dat ik gewoon lekker onbezorgd op reis kan gaan. Op deze vlucht kunnen we alleen handbagage meenemen. Dus ik heb hier mijn koffertje en ik mocht nog een extra rugzak meenemen. Dus dat is fijn. Camera zit er al in. Ik heb hier wat zonnebrillen die ik nog in moet pakken. Mijn telefoon. De HP Sprocket gaat natuurlijk mee. En nog een leuk notebookje voor leuke travel notes. Lader natuurlijk. Flesje water. Dus dat ga ik straks allemaal nog even inpakken. En dan richting het station. Nou, ik ben inmiddels aangekomen op Schiphol. En hier zijn ook Larissa en Tara. Hallo! Hebben jullie er zin in? Zin in. Nou, we zijn 7 sound geland op Gatwick Airport en vanaf hier is het nog maar een half uurtje met de trein of met de metro richting Brighton. Dat is gewoon de snelste manier als je dus via Gatwick reist. Dus ik kan echt niet wachten om Brighton straks te ontdekken. We hebben net onze spulletjes gedumpt in het hotel en nu zijn we lekker aan het lopen door de lane, zoals dit wijkje hier wordt genoemd. Laris, wat is jouw eerste indruk van Brighton? Ja, heel gezellig. En overal waar je kijkt, eetentjes. Echt heel erg leuk. Ja, artistiek, vrolijk, kleurrijk. Taar. Ja, hetzelfde. Gewoon heel gezellig, heel sfeervol. Volgens mij kan je echt overal wel terecht voor lekker eten, dus ja, leuk. Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Het is hier gewoon... Het lijkt een beetje op de wijk, hoe heet dat ook alweer in Londen? Het doet ons een beetje denken aan Camden of Camden in Londen. Alleen het is hier veel rustiger, dus je loopt hier veel relaxter. Het is hier veel minder toeristisch. Dus ja, het is gewoon een heel leuk, ongedwongen sfeertje. Aan het begin van deze vlog liet ik zien dat ik een notebookje mee ging nemen. En ik vind het gewoon leuk om aantekeningen in te maken. Zoals nu, we zitten hier bij de Flowerpot. Superleuk zaakje, het is echt een hotspot. Dus dan schrijf ik op van waar het adres is, wat de aanraders zijn om hier te bestellen. En ik heb ook leuke foto's gemaakt op mijn telefoon. En die ga ik dan uitprinten met de HP Sprocket. En die plak ik er dan meteen naast. En op deze manier maak ik eigenlijk een soort van on-the-go travel boekje. Superleuk om later nog terug te kijken, maar ook gewoon leuk om tijdens de reis mee bezig te zijn. We staan hier voor echt een prachtig gebouw. Het heet Royal Pavilion en het is een heel mooi, ja, India's inspired gebouw. En het is echt bizar, want een moment loop je in de stad en het andere moment lijkt het gewoon alsof je de Taj Mahal voor je hebt. Een prachtig park eromheen. Je ziet ook hier mensen gezellig picknicken en zo. Het ziet er echt heel erg mooi uit. Dus we gaan nu een beetje door het park lopen en een beetje genieten van de omgeving. Geweest is, we konden inchecken in de hotelkamer waar we nu eventjes een klein beetje zitten uit te puffen van de hitte. Dus ik heb me ook even omgekleed. Het is een nieuwe jurk die ik heb gekocht van het merk Sugar Hill Boutique. Ik ben ook eventjes mijn travel boekje aan het updaten met, ja, leuke hotspotjes die we zijn tegengekomen en ik ben daar de fotootjes van aan het uitprinten. Er is dus heel eventjes wat aan het doen op de computer en Tara die zit op de grond. Brighton is een kuststadje, dus in de zomer kun je hier heerlijk zonnen en een duik nemen in de zee. Brighton staat bekend om zijn pier waar je lekker over kunt flaneren. En aan het eind van de pier zijn allemaal leuke kermisattracties te vinden.
en ik heb hier een superleuke attractie gevonden. De resultaten ben ik een beetje kwijtgeraakt, maar ik heb ze net gebeld en ze komen deze kant op. Dus ik wil ze eventjes deze attractie laten zien. Het heet de Crazy Mouse en je kan er ook met meerdere mensen in. Dus we kunnen met z'n allen gewoon in een karretje, dus dat is superleuk. En ik ben heel benieuwd, ik denk dat ze het wel aandurven. Hij lijkt mij in ieder geval echt super geinig. Durven jullie deze aan? Ja, 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 lijkt me leuk. Ja? Yes, ik hoop er al op. Kom, gaan we even een kaartje kopen. Mist. Ja. We zijn weer een beetje aan het wandelen door de lanes. Op zoek naar een leuk plekje om nog eventjes wat te drinken. We weten nog niet wat of waar we precies zin in hebben, maar ik denk dat het zo wel komt. Ja, deze is ook wel leuk uit. Dit ziet er ook heel gezellig uit hier achter jullie met die bloemen en zo. Ja, is veel keuze. Keuze is reuze. Nou, we hebben lekker gegeten. Uiteindelijk zijn we bij een Indiaas restaurant beland. De Lief, iets met Lief, weet je nog hoe het heet? Iets met café. In een Lief café en het was super super lekker. En nu zijn we weer terug op de hotelkamer en Larissa heeft echt struggles en is helemaal gefrustreerd, want... Ja, ik wil graag even een beetje water koken en het probleem is dat deze waterkoker zo ontzettend goed te stekken heeft dat ik het bureau moet schoven. De lamp heb ik eruit getrokken, alle stekkers heb ik eruit getrokken. Ik heb zojuist dit bedacht, maar het lijkt me totaal niet safe. Papier, metaal, waterkoker, water. Maar als je dat ding weghaalt... Ja, of moet het zo doen, maar dan lijkt me dat hij gaat overstromen. Hoe kan dit? Waarom is dat snoer zo kort? Hoezo is het kort afgeknipt? Oh my god. Wat? Oh, ik zei toch dat je hem kon uitrollen? Oké, okay, nou, dat heb ik niks gezegd bij deze. Goedemorgen iedereen, vandaag weer een nieuwe dag en Larissa en ik zijn super trots op onszelf, want het is 8:00 PM. Ja, 8:10 PM om precies te zijn. En we zijn helemaal ready to go. We stonden om 7:15 op. Nou, dat gebeurt in Nederland nooit, tenminste niet bij mij. Ik weet niet of het bij jou ook wel eens gebeurt. Het was 6:30 wakker. Ja, dat is echt vroeg voor ons doen. Dus we wachten nu eventjes op Tara. Want die had wel gewoon de wekker op de afgesproken tijd 8:00 gezet. En daarna gaan we lekker het stadje in. Larissa is helemaal fan van Smoothie the Cat. Ja, ik ook trouwens. Larissa, wat zou je doen als Smoothie hier nu zou zijn? Ik wil heel graag een keer bij langs bij Smoothie. Dus ik zou helemaal lekker knuffelen en aaien. Maar Clarence en Coco, die zijn toch ook heel lief? Ja, maar Smoothie is zo fluffy. Nou! We hebben een superleuk ontbijtplekje gevonden. Dit heet Bills. Ik had het al wel op meerdere sites gevonden, omdat dit echt een hotspot is. Dit was vroeger een busstation, of waar de bussen zeg maar geparkeerd stonden en gingen uitrijden. Dus het is een heel mooi plafond. Het is een heel leuk kleurrijk interieur en super lekker eten. Dit is wat we nu hebben besteld. De rest, wat heb jij? Ik heb pancakes met banaan, aardbeien en blueberries. En ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. Vegetarische ontbijtje met ei, hummus, tomaat, champignons, van alles. De hele tomaten erop. En ik heb gepocheerde eieren met avocado on toast. Eet smakelijk!
sta nu in het pashokje van de TK Maxx. Want ja, dat is toch wel echt een van onze favoriete winkels. En ik weet dat ze ook in Nederland bestaan. Maar we dachten, we gaan toch even kijken of ze hier een iets andere collectie hebben. Ik heb hier achter me super veel leuke jurken gevonden. Echt super leuk, kleurrijk voor de zomer. Dus ik ga die straks allemaal passen. En hopelijk zit er ook wat leuks bij. Nou, het is lunchtijd, dus mijn zusjes en ik zijn neergestreken bij restaurant La Chosa. We zijn net helemaal losgegaan bij TK Maxx en bij de Primark. Ik heb echt heel veel snack, dus laat het even maar komen. Larissa, wat vind je van deze winkel? Ik vind het echt superleuk. Hoe heet het hier? Snoepers Paradise, toch? Oh, dat weet ik even niet. Maar ze hebben echt dacht het wel. Alles wat je kan bedenken als je echt van snuffelen houdt, dan moet je echt hier zijn. Als je van snuffelen houdt? Ja. Van snuffelen. Tara, wat is er? Oh, knipperen die ene nou ook weer? Nee. Pak er eens eentje op. Nee. Tara, pak eens een pop. We gaan. Tara, pak je pop. Nee, ik ga die pop niet aanraken. Ja, Tara heeft een fobie voor poppen. En clowns. Oh, dit is wel echt heel eng. Tara, ga weg met die. Ga weg. Oh my god. Ik had hem nog niet, maar nu heb ik ook een fobie voor poppen. Ga nou weg. Tara. Ja, ik heb de poppenafdeling overzicht. Ze hebben hier ontzettend veel spul. Echt ontelbaar veel kleine dingetjes, grote dingetjes. Troep zou je het kunnen noemen. Maar ja, wat voor de een troep is, is voor de ander een schat. Dat heb ik dan weer mooi gezegd, hè? Ever moeten zijn, zoals echt een traditionele, authentieke pizza uit Napoli. En nou ja, we zijn natuurlijk in Napels geweest, dus we kunnen dit zeker vergelijken. En wat vinden we ervan? Ja, lekker. Bevestigend. Ja, echt lekker. En het is sowieso een heel leuk speelspot tentje, dus wat ons betreft ook een rolspot. En inderdaad, lekker een beetje proef. Dus iets smakelijk! Net overreden. Goedemorgen op dag 3 in Brighton. Vandaag is het de dag van vertrekken, dus we zijn heel druk ons koffertje aan het inpakken. Ik heb echt hele slechte hoop dat alles wat ik heb gekocht in mijn koffertje past. Maar ik ga gewoon heel goed strak oprollen en stampen en hopelijk past het er allemaal in. Oké, dit is mijn koffertje en dit is al het nieuwe wat ik heb gekocht. Allemaal kleren en jurken van Primark. En al die beautyproducten hier. Dus ja, succes. Oh ja, en deze had ik ook nog nieuw gekocht. Ik ga jullie straks laten zien of het is gelukt. Alright, ik heb alles super strak opgerold. Dus dat zien jullie hier. Dit zijn bijvoorbeeld 3 dingen. Dit zijn 3 dingen. Dit zijn 3 dingen. Dit zijn 3 dingen. En dan heb ik hier onder de Primark beauty spulletjes gestopt. Hierin zitten de dingen die kunnen lekken. Zodat het hopelijk wordt tegengehouden door het zakje. Dit is plat. Dat kan er bovenop. Dit is ook plat. Kan hier ook bovenop. What? En dan aan deze kant. Een paar schoenen. En dit, dat was ook groot. Dit komt er zo nog naast. Dus er is nog space, jongens. Ik kan vandaag nog shoppen. Nou, we zitten nu bij 42 Juice. En hier hebben we eventjes een zakje besteld. Want we wilden naar de Breakfast Club. En het was super leuk. Dus we hebben ons op de wachtlijst laten zetten. Zo ongeveer 20 minuten duren. We dachten, in de meantime doen we eventjes een sapje. Larissa heeft een hele interessante. Ja, blik. En ik heb ook water. En daar zit cayennepeper, maple syrup en citroen in. En dat zou ja, een beetje een cleanse moeten geven aan je darmen. Ik weet niet of dat echt werkt. Maar het zou ook moeten zorgen voor meer energie. Dus we gaan het meemaken. En Tara die wacht binnen op een... ja, wijs wel, maar je ziet niks. Tara die wacht binnen op haar smoothie. Die wordt nu gemaakt. Oh, je ziet helemaal zwart bij je mond. Oh. Oh. Wat? Hij is wel spicy. Oh ja? Ja. Ik proef dat gewoon. Het brandt een beetje in mijn keel nu. Oeh, zo ja. Proef hem eens. Ja, maar een goede slok. Anders proef je het niet. Het is best wel pittig, ja. Ja, we zitten nu in
de Breakfast Club en ik realiseerde me net dat ik eigenlijk de hele vlog best wel veel loop te vloggen over eten. We eten gewoon de hele dag door. Het is niet normaal. Never not eating. Never not eating. Maar goed, we zitten hier nu. We hebben onze drankje hebben we. En we wachten nu op onze bestelling. Het is best wel druk. Het is best wel een populaire plek. Dus ja, je moet wel een beetje ervan uitgaan dat er een wachtrij is. Maar het loopt allemaal heel snel door. Het eten is net geserveerd en dit is mijn maaltijdje. Dit zijn de Elvis waffles van Larissa. Lekker daar. Ziet er echt goed uit. In de Breakfast Club ontdekten we een fotowall, dus hier moesten we natuurlijk ook iets achterlaten. Laat het ons zeker even weten als je ook in Brighton bent geweest en als je onze foto hebt gespot. Ik heb jullie de beelden bespaard, want ik dacht, ja, ik film zoveel eten. Dus ik dacht, ik ga daar eventjes niet vloggen. Maar inmiddels hebben we het treintje gepakt en zitten we op Gatwick Airport. En wachten we totdat we naar de gate kunnen. We moeten nog eventjes wachten voor de gate-informatie. Dus ja, helaas een stripje erop. En is het helaas alweer tijd om terug naar Nederland te vliegen. We hopen dat jullie hebben genoten van deze travel vlog en we vonden het leuk om jullie op deze manier een beetje mee te nemen met ons op reis. We zijn natuurlijk ook erg benieuwd wat jullie van Brighton vinden. Is het iets voor jullie? Is het iets waar jij je volgende citytrip naartoe zou plannen? Laat het ons zeker even weten in de comments. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het abonneren op mijn kanaal. Ik zie jullie graag weer terug bij mijn volgende video. Doei!